Renault Antwerpen. De auto's van stad. Enkele jongeren geven in het massa een demonstratie breakdance. De sport wordt dankzij verschillende tv-programma's steeds populairder. Net als andere uitingen van de zogenaamde urban culture. In Antwerpen is zeker en vast een urban culture en dat is de laatste jaren echt wel aan het groeien. Hip-hop, ook andere dansstijlen, niet alleen breakdance, maar ook muziek is er ook de laatste tijd aan het groeien. Maar ik spreek natuurlijk in breakdance zelf. Dat is nu de laatste jaren echt aan het groeien. Vooral wij als groep Team Schmetta. Wij beheren over 500 leerlingen, jongeren. Dus ik denk binnen dit en vijf jaar dat het aantal echt wel zal verdubbelen. Volgens Schepen van Kampenhout kan je in Antwerpen onmogelijk naast die straatcultuur kijken. Als je rondwandelt op straten en pleinen, zie je skaten, zie je streetkicks, zie je breakdansen. Het hoort echt bij de stad. Is het ook echt topsport? Ja, absoluut. Je moet die moves en die tricks, dat is de terminologie, je moet dat zien, je moet dat misschien proberen, maar heel rustig aan. Er worden ook initiaties gegeven op 20 april, workshops, dus men kan ervan proeven, maar ik zou het wel voorzichtig doen, want het is eigenlijk echt acrobatie. Je benen breken of de beste breakdancers aan het werk zien kan dus op 20 april in de Lotto Arena. Op diezelfde locatie is er van 8 tot 11 mei ook nog het EK Fitness en Hip Hop.